zat hier iemand die een prachtige column heeft, Cecile Huizen, als ik het goed heb, heeft voorgelezen, waarin ze schetste hoe het land eruit zou, hoe de wereld er eigenlijk uit zou zien als er helemaal geen cultuur meer zou zijn. Ik stelde die vraag net ook al aan iemand. Wij zeiden wel eens tegen elkaar de afgelopen weken van, het zou eigenlijk ook, hoe goed deze actie ook is, het zou ook wel eens goed zijn om volledig op zwart te gaan. Want iedereen is heel erg bezig nu met overal zingen en gratis. Ik heb hier een troubadour, ja, die moet wel voor een derde van zijn prijs, weet je wel. Wat vindt u daarvan? Als je eens een week zou laten merken aan het land van hoe het zou zijn als wij er allemaal niet zouden zijn. Nee, ik zou het verschrikkelijk vinden. Ik zou het geen goed idee vinden. Geen goed idee. Nee, en bovendien, dat is ook weer cultuur. Het is ook weer een kunstuiting. Ja, het is ook een kunstuiting. Dus je kan het niet. Hè? En nogmaals, volledig mens. Een beetje het lege schildersdoek wat ook een kunstwerk was. Precies, ja. Ja, dus dat kan niet. Als je wil zien hoe een gebied eruit ziet zonder cultuur, ja, dan moet je kijken naar Cambodja onder Pol Pot. Zelfs de middeleeuwen, daar was nog toen iedereen elkaar de nek afbeet. Bleef de cultuur nog een soort van overstaan. Bleef de cultuur overstaan. Nee, nogmaals, cultuur is wat mensen mens maakt. U studeerde uw politicologie. Wat zou de politiek kunnen doen? Wat zou er moeten gebeuren volgens u? Ja, ik denk wel eens dat, ik zie de minister hier zitten. Maar is ze er al? Ja, ze is er al. Ja, oké, okay, ik heb heel veel licht, minister. Maar eigenlijk zou ik dacht misschien dat Pia Douwers was, maar ja, sorry, ik zie het heel slecht. Ik heb een hele felle lamp hier. Eigenlijk zou je ervoor moeten pleiten om het ministerie van Cultuur af te schaffen. En cultuur onderdeel te laten zijn van alle andere ministeries. Van buitenlandse zaken, van economische zaken, van binnenlandse zaken. Dat het integraal onderdeel is van het beleid. En dat kunstlobbyisten, of ze nou zoals ik kunstlobbyist en loondienst zijn, of mensen die zelf bij de politiek aankloppen, niet overal het belang maar moeten uitleggen. Maar dat het onder de huid zit van alle beleidsmakers. En dat ze zich realiseren dat als ze buitenlands beleid voeren, dat cultuur daar ook onderdeel van is. Economisch beleid is er ook onderdeel van. Dat lokaal beleid, dat vormgegeven wordt door BZK, dat cultureel beleid daar ook integraal onderdeel van moet zijn. Als je zegt dat je een ministerie van cultuur hebt, dan geef je alle andere ministeries het excuus om het ministerie, die verantwoordelijkheid uit handen te geven. Om het ministerie van niet-cultuur te zijn. Dit is een idee en een soort oplossing, weet ik niet, maar dat heb ik eigenlijk, zo heb ik het nog nooit bekeken, maar ik vind het eigenlijk vrij briljant. Nou, als ik het zeggen mag, en dat is niet om u hielen te likken. Waar stevenen we op af als dit zo doorgaat? Het goede nieuws, kijk, ieder probleem heeft een beetje van zijn eigen oplossing in zich. En in deze tijd zien we de hele ijsberg waar we vroeger alleen het topje van de ijsberg zagen. Dus we zien ook wel bij steeds meer mensen dat cultuur zo enorm belangrijk is. En dat het voor veel mensen al heel erg moeilijk is om er een boterham mee te verdienen. Dus dat is het goede nieuws. Maar als dat niet vertaald wordt in een vorm van politiek respect en bestuurlijk respect voor de culturele sector, ja, dan blijft het toch, dan blijft die ijsberg bestaan. En die ijsberg die moet eigenlijk smelten. Ja. En nogmaals, cultuur moet onderdeel worden van al het politiek en bestuurlijk handelen. En waar gaat u zich concreet voor inzetten, voor uw achterban, zeg maar? Nou, concreet is het heel plat over een aantal SBI-codes. We hebben natuurlijk gelobbyd op de 300 miljoen die beschikbaar gemaakt is. We hebben gevraagd voor verdubbeling van een noodfonds dat geld is gekomen. We zijn ook bezig met te kijken of te vragen of de richtlijn auteursrecht sneller geïmplementeerd kan worden. Die richtlijn die moet ervoor zorgen dat platforms die user-generated content verspreiden, zoals Facebook en YouTube, fatsoenlijk gaan betalen voor auteursrecht. Ja, want dat is natuurlijk ook een totaal diffuus. Dat zijn politieke strijden die gaan nog wel een tijdje door. Tot slot, zometeen zit de minister hier aan tafel in gesprek met Frank van der Linden. Dat laten ze niet aan mij over, heel verstandig. Want daar ben ik niet capabel voor, denk ik. Maar als u nu een gesprek met de minister, welke vraag vindt u dat Frank haar zou moeten stellen? Misschien doet hij het wel. Ja, ik sprak hem net. Okay. De vraag is vooral, we hebben nu een aantal hele concrete en specifieke problemen, maar dat gaat voorbij. Ja. En dan is de vraag, hoe gaan we daar zo snel mogelijk uitkomen?
En mijn vraag zou dan zijn, hoe zorg je er dan voor dat de creatieve industrie, dat zijn de mensen die investeren, die faciliteren, die talent ontwikkelen, juist de mensen die ervoor moeten zorgen dat die motor weer gaat draaien. Hoe ga je die erbij betrekken? Ja, oké, nou dat is helder. De minister zit daar, daar kan ze duidelijk al over nadenken. Tot slot, gaat u handtekening zetten? Ja. Voor hoeveel mensen is dat? We hebben het opgeteld. We komen op 42.000 mensen. Dan moet ik even mijn speakbriefje erbij halen. De klappers zitten wel aan het eind van de avond. Ja. In ieder geval 30.000 leden van Buma Stemra. Ja. Componisten, tekstschrijvers, uitgevers. Dan hebben we 70 muziekuitgevers en muziekhandelaren. 120 producenten. 5.000 producenten van audiovisuele werken. 100 distributeurs. En 7.000 algemene muziekproducenten. Nou, dat gaan we erbij op. En dan zitten we in totaal op wat zijn er? 42.000. 42.000. Ze gaan erbij. Ontzettend bedankt voor dit gesprek. Geweldig dat u er was. Graag gedaan. En wie weet, tot ziens. Tot ziens. Helemaal goed. Dank je wel. Tot ziens.